Ik heb hier voor me Cayman Douglas. Hij liep vandaag tijdens de Fanny Blanco Spring Games 200 meter. Cayman, hoe ging het vandaag? Nou, het ging op zich wel goed. Het was mijn eerste 200. Ik had er wel wat meer van verwacht, maar er staat een hele sterke tegenwind. Ja, dat wist ik eigenlijk vanaf dat ik hier aankwam, maar toch mijn collega Gregory en Marcel, die liep opeens een hele mooie tijd. Ik werd het opeens weer heel spannend van, misschien gaat het dan toch gebeuren, misschien gaat de wind dan toch liggen. Maar op mijn sterkste stuk van de race, toen kreeg ik echt zo'n klap van voren van de wind. En dat gooide me een beetje uit balans. En vandaar een teleurstellende race. Overal ben ik wel blij. Hoe gaat het seizoen tot nu toe? Zoals ik zei, ik ben net begonnen. Maar ik ben goed in training en ik denk dat na één of twee wedstrijdjes dat het de tijd wel eruit komt die ik moet lopen om naar de Spelen te gaan. Dat is 2021. Oké, en wat is je volgende grote wedstrijd? Volgend weekend loop ik met de 4x100 van Nederland in Genève en dan mag ik ook weer een 200 lopen. Oké, heel veel succes, bedankt. Ja.